Hallo mensen, leuk dat we kijken naar deze nieuwe video. Mijn naam is GT5LS, PD van Remor. En vandaag ga ik pad met deze T6 van de Koninklijke Marche C. Met de nieuwe striping gemaakt door Bas D. Te vinden op GT5 mods. In ieder geval de laatste keer dat ik keek, dat was een tijdje terug. Maar toen stond het op GT5 mods. Dus verder niks melden, we gaan de straat op. Dat was nog een snelle introductie. Die moeten we vaker doen. Voor de mensen die niet weten hoe een blauw zwaarlicht eruit ziet, dat is zo. Voor de mensen die niet weten dat het stopbordje erin zit. En dat is niet in de lichtbalk, maar dat is hier. Nee, dit is oranje waar. Dat zit hier. En ja, ik heb dat eens... Ja, iemand heeft me dat eens uitgelegd. Dat het inderdaad klopt dat het hier op het dashboard zit en niet boven. Maar wat zat boven? Nou, dat weet ik niet meer. We hebben nog dit en we hebben nog dit. En dat is groen. En we hebben nog dit en dat is wit. En dan hebben we alles gehad vandaag. Dit, zus. Zo. Oké. We zijn dus Kammer, Koninklijke Marechaussee. We zijn op en rondom het vliegveld aanwezig. Oh ja, supertjes. En ik heb niks bijzonders te melden. We hebben de klok in ieder geval, dus niet de Walter P99. Want we hebben de klok. De taxis zijn nog steeds oranje en ik kan... ik denk als ik denk, kan ik geen fuck meer geven daarom. Mogelijke stalker in Sandy Shores. Als we nu even een pauze zetten. Sandy Shores is natuurlijk wel weer een buitengebied. En ik vind dat dat een grensgebied is. En we zouden zomaar eens naartoe kunnen gaan. Maar dat gaan we vandaag niet doen. Maar eigenlijk kun je ook best met de Camaro Sandy Shores. Ik vind eigenlijk ook dat het best een keer met de Camaro in de binnenstad kunt. Ik vind dat we dat gewoon eens moeten doen. Doen we soms ook. Ik zie hier, en dat zeg ik de keren dat ik met de Camaro de binnenstad ga. Zeg ik ook gewoon, ik zie ze hier wel eens rijden. En hier is in mijn stad. En daar is geen vliegveld. Daar is wel een vliegveld. Maar niet in de buurt van waar ik woon. Dat is een beetje asociaal van die voorste taxi. Dus die gaan we even aanspreken op zijn asociale rijgedrag. Hij heeft wel een passagier erin. Kijken wat de situatie hier gaat brengen. Ja, dat is dan ook wel asociaal. Als we nou een stop en een volgteken konden geven, dan... was dat ideaal geweest. Deze taxichauffeur weet ook nu wat hij wilt. Hier moet je geloof ik verplicht stoppen. Dat deed hij niet. Dus die pakken we even mee. Ja, kijk, je kunt wel stoppen en volgen, maar niemand volgt mij. Nou, dit is ook een handig, want ik geef hem hier. En hier gaat hij nog stoppen. En dat is onveilig, hè mensen. Maar hoe lossen we dat op? Dat lossen we op deze manier op. Piep, 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 piep. Oranje aan. Ik bedoel zo. Dan stappen we uit. En dan doen we hierop. En dan gebeurt niks. En dan doen we... Wauw. Dan worden we in ieder geval niet van onze sokken gereden. En dan zeggen jullie, ja, maar dat kan in het echt ook niet. En wij kunnen dat wel. Zit hier ook iemand in? Ja, hier zit een vliegveldmedewerker in. Die gaat lekker naar huis. Even... Oh, ik ruik alcohol. Dan kan ook de vliegtuigmedewerker zijn. Dat is de reden dat hij met de taxi naar huis gaat. Zou zomaar kunnen. Goeiedag, schoten meneer. Ah. Ik ben Wim, politie. Marche C, Rotterdam. Nee, Rotterdam. We zijn helemaal in Rotterdam. Ik ben weer in de stemming van de roleplay reality. Goeiedag meneer, heeft u voor mij een rijbewijs? En een taxipas uit 2000. En dan met je taxipas, hoe oud ben je dan? 19, 8, 16? Ja, dan ben je 19. Dat is wel te jong, maar dat, dat is niet verboden. Meneer, heeft u wel iets gedronken? Ja, wil je ook wat? Dat is niet toegestaan. Daar gaan we wel even verder naar kijken. De reden van de staanhouding is in ieder geval het raar rijgedrag wat hij daarachter vertoonde bij een andere taxi. En die taxi wil ik eerst aanspreken, maar toen trok u de hoe heet dat? Hoe heet die, sorry? De aandacht, ja, heel goed. En nu u heeft ook nog te veel gedronken, heeft toevallig ook drugs genomen. We gaan ook gewoon een spikseltest afnemen. Is dat ook te veel, dan gaat u in ieder geval mee met ons. Dat was het woord wat ik zocht. Dat is niet het geval. U mag uitstappen. U bent in ieder geval aangehouden voor rijden onder invloed. Je tijdstip is 1 uur 28 in de nacht. Ik ben op dit moment niet met een antwoord verplicht en u hebt recht op een raadsman. Nee, ik wil niet instappen. Is heel gezellig, maar we gaan niet instappen. Wat ik wel ga doen, ik ga u even meenemen. We gaan hier even staan, want dan hebben we hier niks in het gebied. Waarvan we kunnen zeggen. Daar pakken we weer een achterdeur die we open doen. Dus u mag uitstappen. Wauw, ik ben helemaal niet aan het lopen. U mag omdraaien en u bent aangehouden. Heel goed man. Krut, oké. Ik ga nu even fouilleren. Dat is gewoon, zeker op een vliegveld hier, dit gebied, nemen wij geen risico. Met vetamine. MDMA is dat geloof ik, hè? Ja, ook nog verboden of opiaten bezit iets, dus je weet zelf.
Transportje. En deze beste meneer die achterin zit. U kunt in ieder geval niet verder rijden, dus ik ga u verzoeken om maar iets te gaan zoeken om hier weg te komen. Nee, 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 dat gaat fout. Wat gaan we doen? Dismiss on foot. U mag de weg vervolgen. Want het is niet uw taxi, lijkt me zo. Die taxi kan hier blijven staan. Oké. G. Dit gaan we vast kleren, want anders staan we hier over een jaar nog. Goeiedag mevrouwke. Ja, neem mij dan, dan kan ik doorrijden. Heel goed vrouwke. Jealous. Oh, hier loopt die gas, ja. Ja, ja, nee, laat maar. Ik kan er geen fuck om geven. Een meneer of een mevrouw wilt een privéjet stelen. En dat mag niet. Als nou een Boeing 747 was, dan mocht het wel. Maar een private... Oh, die bocht maakt... Hè? Wat stuurt dat ding raar? Dan mag het maar net niet, een privéjet. Dus die gaan we eens even heel snel aanhouden. En als hij al in dat vliegtuig zit, dan gaan we die gewoon pitten. Gewoon 180 eraf racen en heel hard erin beuken. Want zo gaat het echt natuurlijk ook als je een privéjet wilt stelen. Het zijn gewoon richtlijnen die je moet volgen dan. Ik zie de comments al wel komen. Het zijn helemaal geen richtlijnen. Ik weet dat, want ik zit bij de Camar. En dan als je gaat kijken is het iemand van 11 of zo. Zo gaat dat. Die persoon zit boven mij. Dus hoger dan waar ik nu rij. Dus ik heb alweer een vermoeden dat hij of al rijdt op het dak. Ja, dat boeit mij niks. Dat hij geen license heeft. Ook al had hij een license, dan mag je toch geen privéjet stelen. Ik heb dus het gevoel dat hij of op het dak staat of al vliegt. Maar gezien zijn rode stipje stilstaat. Goeiedag collega, ik wil graag naar binnen. Heb ik zo'n vermoeden dat hij ergens boven mij staat. Of omdat hij in een vliegtuig zit is dat 1 centimeter boven mij. En dan wordt dat zo gezien. Ah, nu is hij wel gelijk. Blijkbaar zijn we dus nog bergopwaarts gereden. Oh, die gaat rijden, die gaat rijden, die gaat rijden. Hoe doe je dit? Wat moet ik doen? Stoppen, 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 stoppen. Ja, 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 ja. Ja, stop uit! Staan blijven. Staan blijven. Kom op. Waar ren je nou heen? Je kunt geen kant meer op als je hier. 1, 2. Hopsakee. Helmpje eraf. Staan blijven voor het getest. Want wij hebben een taser. LSPD, don't move a muscle. Op de kniekes. Sterk man. Lekker liggen. Oh. Niet luisteren is taser. Ik heb het gezegd. Spoel maar eens even terug. Ik heb het niet gezegd, maar dat boeit me niks. Of heb ik het wel gezegd? Ik weet het zelf al niet meer wat ik allemaal zeg. Ik zeg te veel. Ja, eenmaal aanhouding. Zo, dat was hard. Ja, ik ga een transportje. Een collega vraagt om uw assistentie. Meneer. Meneer. Ik ga verjeren. Ik ben niet aan verplicht. Dat is verhoord. Je hebt recht op een advocaat. En dan zou ik zeggen, oh. Oh, lekker lekker. Jij mag je afvragen waarop ik lekker lekker zei. Dat ga ik niet zeggen. Ik moet op de 0 drukken. En ik vermoed dat dan... Hallo met Wim. Ik wil graag een vliegtuig laten wegtakelen, geloof. Nee, vliegtuig is oké. Okay. Thank you very much, mister, sir, now. You can leave now. Oké, dat gaan we doen. Mijn Audi is weggekomen, dus. Nee, die staat hier wel. Oh, daar komt hij. Oh. Hij is meegenomen.
Of hij gaat worden meegenomen. Dat vliegtuig wordt meegenomen. En wij mochten de area lieven. Nou, dus dat gaan we zeker doen. Ik kreeg een appje van iemand en die zegt, moet ik... Wacht, ik zal hem zo kijken. Oh, dat... Hebben jullie dat ook? Dat je op woensdag iets stuurt. En dat je dan op zaterdag een reactie krijgt. Ik zal hem zo kijken. Dat is echt mooi. Net zo mooi als deze Vito. Wat ga je nou doen, jongen? Dit is toch echt? Wat is dat? En die Audi is ook nog steeds bezig. Nee, wat ga je nou doen? Nou. We have a disturbance in, ja, dit zijn allemaal heel leuke meldingen die ik echt graag wil aannemen, maar dat is hier. Dus we moeten echt maar eens in dit gebied. Een stalker, iemand die niet wil betalen, dat is een leuk gebied om eens te rijden. Laat maar weten wanneer, wanneer we daar moeten gaan rijden. Want binnenkort komt natuurlijk LSPD Val 300. En dat gaat niet meer lukken, want voordat deze video online staat heb ik 300 waarschijnlijk wel opgenomen. Dus dat kan ik jullie niet garanderen dat als jullie zeggen neem daarop met dit voertuig, dat dat ook gebeurt in LSPD Val 300. Maar ik ga mijn best doen. Ja, hier hebben we zin in. Hier hebben we zeker zin in. We stonden hier een tijdje even te spotten. En niet naar vliegtuigen, maar wel naar verdachte voertuigen. Toen kwam er een melding binnen van een naakte man of dan wel vrouw. Laten we hopen dat het een naakte vrouw is. Nee, daar moeten we ook niet van uitgaan. We rijden trouwens verkeerd. Want dan ben ik weer seksistisch of noemt dat. En dat mag allemaal niet. En je weet het, je maakt altijd fouten in het leven, snap je. Dus we gaan gewoon even kijken. Hier staat het stil, want hier rijdt een taxi weer raad. Dankjewel bus. En het is hier zo. Overlastmeldingje dus. Naakte persoon in een metro. Clear for return. Cars for return. Nou, deze hoeft niet naar de return. Maar we laten hem wel lekker staan. OC, wat is ons routenummer eigenlijk? Camaro 01. Nee, dat is geen Camaro nummer. Bij deze wel. Ik maak dat ervan. Wij zijn ter plaatse en we gaan een kijkje nemen. Het leuke is, deze video ga ik laten editen door iemand. Dus editor, heel veel plezier met die naakte man dan wel vrouw blurren. Ik hoop dat je er beter, beter in bent dan ik. Maar dat is niet zo moeilijk, denk ik. Want ik doe altijd gewoon één groot vlak blurren en dan beweeg ik niet te veel. En dan... Nu heb ik echt zin om zo te gaan doen. Zodat hij wel moet van links naar rechts blurren. En we hebben... Zicht! Ah, dat is een vrouw. Heppa. Ah, bah! Nee, oh, die is echt dik. Heel veel plezier blurrer en heel veel plezier in mijn ogen. Er staat er iemand naast ze van, ah, boeit me niks. Dat tegenaan zullen of niet. Goeiedag, schouten mevrouw. Oh, die heeft iets aan. Hallo. Oh, die is niet naakt. Oh, dat hoeft niet te blurren. Misschien wel voor de veiligheid van de kindertjes. Hallo, mevrouw. Heeft u van mij een identiteitsbewijs? Elena Angel. Oké, okay. Mevrouw, ik weet niet of het verboden is. Ik weet het oprecht niet. Is het raar? Ja. Dus wat ik ga vragen, om in ieder geval iets aan te trekken. En dat klinkt raar, want u heeft waarschijnlijk niks bij. Of u heeft het ergens uitgedaan. Of u bent onderweg naar het vliegveld om in ieder geval op een vliegtuig te stappen. Om lekker naar het strand te gaan. Maar ook zo mag u in ieder geval niet een vliegtuig boorden. Lijkt mij bijna 100% zeker. Dus dat gaat hem niet worden. Ik zie op dit moment geen overlast. Ik zie ook eigenlijk helemaal niemand die dit raar vindt. Dus ik ga je vragen in ieder geval het gebied te verlaten. Ik ga ook zelfs niet eens een fouillering uitvoeren. Want dat... Nou, dat mogen we er zelf invullen. Ga lekker weg. En hou het rustig. Hou hem in de broek, zullen we maar zeggen. En zo. We gaan naar de laatste melding van vandaag. Zo, daar ging mijn stem bijna. En daar gaat hij. Nee, hij gaat niet. Oh. Goedendag, oma. En dan hebben we het wel weer gehad. We have a traffic alert on a new Empire Way. Prio 1 met toestemming. Een voertuig wat is geëxplodeerd. Mogelijk een aanslag. We moeten natuurlijk wel van iets groots uitgaan. Mogelijk aanslag op vliegveld. Geëxplodeerde auto op vliegveld. Dat wordt onze titel. Nee, dat wordt niet onze titel. Ik hou niet zo van clickbaits. Nu denken jullie allemaal, ja, maar je uploadde een paar dagen terug een zieke clickbait. Ja, dat klopt. Ah ja, er is trouwens sneeuw. Wat leuk, mensen. Er is sneeuw. Is het glad? Een beetje. Is het heel...
wat gebeurde daar trouwens? Is het heel glad? Nee, gelukkig niet, want ik heb daar een spuughekel aan. Oortjes dicht, naveltje toe, want die auto moet nog ontploffen, denk ik. Nee, die is ontploft. Oké, daar ligt wel iemand naast. Is het veilig voor ons? Ja, het voertuig is inmiddels al uitgebrand. Goeiedag mevrouw. Ambulance. Een collega vraagt om uw assistentie. Ik kan maar even de brand wel laten komen. Ja, die komen naar beneden. Mevrouw, kunt u mij horen? Zit nog iemand voertuig? Zitten ze niet, hè? Nee. Wegafzetting voor pro's. Oh, wat gebeurt daar? Ik drukte ergens op. Oh, ik drukte ergens op. Dat moet ik nooit doen. Stop. Dat is een paal. Wie is de bevelvoerder van dienst? Jullie gaan maar weg, oké. Okay. Hello guys. Ik was eerst te plaatsen, dus jullie mogen geen groen aanzetten. Dat vind ik niet zo lief. Maar ze doen het toch, want ze zijn eerst te plaatsen van de ambu. Maar de bevelvoerder rijdt. Ja, dankjewel. Nee, gaat goed. Ja, even kijken. Ja, helemaal goed. Ja, helemaal goed. Ja, soepel. Even kijken. Ja, ook goed. Helemaal. Ja, nee, niet mis of zo. Nee, was gewoon vol raken. Hey, iemand leeft. Wel kentekens opzoeken. Die zit er niet op. En die gaan we ook niet meer vinden dan. Misschien zit hij ergens tegen het plafond geplakt hier. Maar ik vind het wel mooi. Dit is brandstichting. Dit. Hier hoef je geen team brandonderzoeken voor of recherche voor te zijn om te zeggen dat het brandstichting is. Want het is hier begonnen. En hier geëindigd. Als het de motor was, dan was hij helemaal. Ja, dit is. Wat vind jij? Jopie, wat vind jij? Een brandstichting, hè? Ja, dat dacht ik toch ook. Maar leuk en aardig allemaal. Jullie gaan naar het ziekenhuis, hoor ik. Hoi. De takelwaggel komt eraan. En dan gaan wij retour AB, politiebureau, Kamarpost. Weet ik het allemaal, want wij moeten natuurlijk alles gaan typen. We hebben een vliegtuigboefje aangehouden. We hebben een naakte vrouw weggestuurd. We hebben een taxichauffeur aangehouden. We hebben vandaag niet geschoten, dat is ook voor het eerst geloof ik. Soepeltjes. Wegtakelen voor pro's. Oh, nu niet meer. Dat is nou jammer. En we hebben zelfs... nee, dat was het eigenlijk. Dus, wij gaan alles tikken, want dat moet ook gebeuren. Maar niet huis. Ik sluit daarna meteen mijn game af als ik eenmaal stilsta. Maar dat mogen jullie niet weten. En ik zie jullie graag bij een paar dagen over een nieuwe video. En wat gaat dat zijn? Al sla je me dood, dat weet ik nu niet. Maar LSPD Vault 300 komt wel in de buurt. Gaat dat over een paar dagen zijn? Nee. Maar wel binnenkort. Dus, wij staan geparkeerd. Hey, ik zie jullie over een paar dagen. Tot dan. Joejoe.